Het regent als we de zeestraat tussen Ayla en Jura binnenvaren. Port Escake is niet meer dan een rij huizen en een hotel. Met nu een mistig uitzicht op de peps van het eiland Jura. Port Ellen. Vergeleken met Port Escake is dit een wereldstad. Toch wonen hier slechts een paar honderd mensen. En dit is een week lang ons huis, Gorm Isle. Vandaag gaan we met de fiets naar schiereiland Dio. We hopen hier de steenarend en de alpenkraai te zien. We bewonderen eerst nog even de mooie vuurtoren en dan begint de pittige fietstocht. Na 10 kilometer heuvelop start de wandeling door Dio, een prachtig natuurreservaat. De eerste dieren die we tegenkomen zijn Schotse hooglanders in hun natuurlijke habitat. Onverschrokken lopen we door de kudde.
Daarbij passeren we de imposante leiden. Het uitzicht is overweldigend. Maar nu dan toch echt alpenkraaien. Onmiskenbaar met hun rode kromme snavel en hun rode pootjes. We komen bij het American Monument. Dit herdenkt dat aan het eind van de Eerste Wereldoorlog hier 2 Amerikaanse troepenschepen zijn vergaan. Behalve zeehonden zien we hier ook wilde geiten. Arenden laten zich echter niet zien. In het noorden van de Oe, vlakbij Port Ellen, is nog een mooi strand. We kijken er even rond. Het is er stil. Opnieuw pakken we dapper de fiets, nu in noordelijke richting. Er is al snel een reden om weer af te stappen, een mooie baai. Het mag duidelijk zijn, daar gaan we naartoe. Pim's kennismaking met Lafroig Whisky destijds heeft zijn liefde voor Schotse single malt doen ontbranden.
De eigenaar van ons huisje, Alan Hislop, is stilman bij Lavroik. We krijgen van hem een privé-rondleiding. Whisky begint met gerst. Die gerst moet ontkiemen en dan wordt het mout. De mout gaat naar de oven om gedroogd te worden. Die oven wordt gestookt met turf en dat zorgt voor die kenmerkende rokerige smaak van Lavroik. Die kenmerkende geur ruik je overal rond de distilleerderij. Dit is de ruimte waar de mout distilleer klaar wordt gemaakt. Hier wordt het voor mij toch wat technisch. Dan de mooiste ruimte, de stilroom, met zijn prachtige koperen ketels. Die ketels zijn bij elke distilleerderij anders. Die specifieke vorm heeft invloed op de smaak. Hoe die smaak uiteindelijk wordt wat die moet zijn, blijft zelfs voor Stillman Allen een mysterie. Hier gaat het om. New Spirit, vers uit de ketel. En vanuit deze tank gaat de New Spirit de vaten in. Onder de rook van Lavroik ligt La Gavulin. Ook daar gaan we natuurlijk even langs. De derde distilleerderij op rij is Ardbeg. Het complex op zich is al de moeite waard. Pim vertelt even hoe het zit.